Nou, je vraagt je misschien af wat ik nu weer op mijn hoofd heb. Dit is de Skyview van Unique. Een HD videobril die bedoeld is om gekoppeld te worden aan de Unique Typhoon. Dat is niet helemaal waar. Het is gewoon een HDMI videobril. Dus het wil zeggen dat je hem ook aan een DJI kan hangen als die over een HDMI aansluiting beschikt. Ja, het is gewoon bedoeld als bril waardoor je het beeld van de camera kunt zien. En ik ben nu niet zelf aan het sturen, want helaas in Nederland hebben we het regeltje dat je alleen een drone mag besturen als je die in het zicht hebt. Dus ik kijk nu mee hoe Chris, die is hier, mijn assistent vandaag, die is nou de drone aan het besturen en ik kijk mee. En het is vandaag, het is die hittegolf, het is echt mega heet en mega warm en ook heel erg licht. En normaal gesproken heb je dan de grootste moeite om het scherm goed te kunnen zien. En in deze bril heb ik echt een fantastisch uitzicht. Dus Chris is nu wat van berg aan het laten zien en ik geniet mee. En ja, je hebt de neiging, je ziet me misschien meebewegen, je hebt de neiging om mee te gaan in de bochten. Terwijl het, ja, dat doet niks. Het is geen virtual reality bril. Het is niet zo als ik nou mijn hoofd beweeg dat dan het camerabeeld heen en weer draait. Dus het is echt gewoon, ja, ik zie nu het videobeeld en ik zie ook de instellingen, dus de GPS en de accutijd, et cetera. Alsof ik eigenlijk het display zie van de controller. Maar ja, het is een leuke accessoire. Zeker de laatste tijd doe ik veel opdrachten. Dus videowerk maken voor opdrachtgevers. Ja, die willen dan toch vaak wel meekijken terwijl ik bezig ben. Ja, en dan is meekijken op een display, dat werkt niet echt goed. Want dan, ik ben zelf piloot, dus ik wil zelf het scherm goed kunnen zien. En een tweede persoon, die kijkt wel mee over mijn schouder, maar die heeft dan last van weerspiegeling, et cetera. Dus dat werkt niet zo goed. Dus die persoon zou je dan deze bril kunnen geven. Zeggen van, nou, ga maar lekker zitten. Zitten is wel handig, omdat je toch je oriëntatie een beetje kwijtraakt. Dus ga lekker zitten, zet die bril op en kijk mee. En geef ondertussen feedback op de beelden die je ziet. Dus het is vooral voor dat doel is het ideaal. Dus ja, nogmaals, het is helaas niet zo dat je deze bril zelf kan gebruiken als dronepiloot. Want je moet visueel contact houden met je toestel. Dus het gebruik is wat dat betreft beperkt. Maar je kunt hem wel aan een opdrachtgever meegeven. Nou, en dan, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet heel veel ervaring met videobrillen. Dus ik kan niet zeggen van, goh, hij is echt beter dan die en die, dit model. Maar mij valt op dat het beeld wat ik zie is gewoon lekker helder. Ik heb een fijne kijkhoek. Ik heb ook weinig last van reflectie. Ik zie wel, aan de zijkanten van mijn hoofd zie ik nu wel dat daar in de reflectie iets van mijn hoofd zit. Maar daar heb ik niet heel veel last van. Dus ik kijk gewoon naar een soort, ja, alsof ik thuis op de bank naar een hele grote tv zit te kijken. Zo kun je het beste omschrijven. En vergeleken met VR-brilletjes die ik wel eens heb opgehad, vind ik de kwaliteit gewoon heel, heel scherp. En ik heb wel het idee dat je dit wel een tijd kan volhouden. Nou, het comfort van de bril valt mee. Er zit een accu'tje in de bril voor de voeding. Hij heeft een eigen scherm, dat wordt door een eigen accu verlicht. Dus je moet wel een extra accu opladen. Maar het voelt niet heel zwaar. Hij is vrij breed, dus ik denk dat hij is niet in te stellen qua breedte. Maar ik denk dat veel mensen met verschillende breedte van hoofd, dat die er wel prima gebruik van kunnen maken. En hij steunt ook niet al te zwaar op mijn neus. Je ziet hier een strap zitten waarmee je hem wat bij kan stellen. Nou, ik heb hem nu gewoon niet al te strak zitten, dat je niet het idee krijgt dat je hoofd wordt afgeknepen. Ja, dus dat is de Skyview van Unique. Hij is gewoon te koop. Ik denk dat het een leuk accessoire is voor als je een Typhoon hebt. Ook als je geen Typhoon hebt en je hebt een drone met een HDMI-uitgang, ja, dan kun je deze bril ook gewoon gebruiken. Dus het is niet heel erg merkgebonden. Dus ik ben positief. Ik ga nu weer terug naar de echte realiteit. En het is wel grappig, want ik doe nou de bril af en het is sowieso heel erg licht vandaag. En ik heb ook geen flauw benul waar die drone nu is. Dus Chris die wijst nu, ik zie hem inderdaad hangen.
Nou, nu snap ik ook wel waarom je niet de drone mag besturen als je zelf zo'n bril op hebt. Want je hebt gewoon geen flauw benul waar het apparaat uithangt. Je zit echt een beetje in de drone. Ik had net het gevoel alsof ik, ja, alsof ik meevlieg. Dat is een uniek perspectief. Maar ja, nu dat ik hem zie, dan weet ik ook van, oh ja, daar is hij. Maar als je zelf aan het vliegen bent en er gebeurt wat en je moet dan snel in de gaten hebben waar je drone is, dan zou je dat niet zo snel voor elkaar hebben. Dus wat dat betreft is het gebruik beperkt. Maar nee, leuk accessoire, leuk om bij je Unique in de tas te stoppen. En tot de volgende keer. Abonneer je op mijn videokanaal en dan krijg je automatisch een seintje als er een nieuwe video op het Dronewatch kanaal verschijnt.